Ja, we kunnen wel lacherig doen over borrelnootjes, maar het is een feit. Borrelnootjes kunnen alleen bestaan dankzij duizenden jaren beschaving. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld pistachenootjes. Ja, dat reliquie dat nog steeds bij ons in de schappen ligt. Hè? Misschien vanuit een soort nostalgie naar de jager verzamelaar of zo. Geef maar één goede reden waarom we nu nog pistachenootjes zouden eten. Ja, ik hoor jullie denken, Tim, wat is er mis met pistachenootjes? Jullie weten donders goed wat er mis is met pistachenootjes. Ja, ten eerste, het hele concept klopt dan niet. Want je hebt een ontspannen moment nodig. Hè? Ja, je kan niet even snel zo naar binnen werken. Maar ja, de paradox is, pistachenootjes zijn helemaal niet ontspannen. Want jij moet veel te veel moeite doen voor hoe klein één zo'n nootje is. Of je zit net, je bent geïnstalleerd. En dan bedenk je dat je nog een apart bakje nodig hebt voor de schillen. Nou, soms heb je geen zin om op te staan. Dan doe je gewoon de schillen weer terug en dan bak je met pistachenootjes. Nou, wat in het begin nog goed gaat. He, tot de schillen in de meerderheid raken. Uiteindelijk voor jezelf een soort teleurstellende grabbelton hebt gecreëerd. Nou, ook omdat de nootjes die nog steeds naar boven komen, zijn de nootjes waar gewoon helemaal geen kier in zit. Maar slaat dan nergens bij geen enkel ander product heb je er toch dat je weet ik veel een doos eieren koopt dat er gewoon drie niet open gaan. Moet je zelf maar even zien te verwerken. Ja, we wonen in een beschaafd land. We hebben consumentenwetgeving. Ja, als een product niet deugt, dan kun je je geld terugkrijgen. Ja, maar als je met je kieloze pistachenootjes naar de servicebalie gaat, dan ben jij ineens de mafkees. Ja, waar ik misschien wel grotere hekel aan heb dan aan de kieloze pistachenootjes. Dat zijn de pistachenootjes waar er zo'n minuscuul kiertje in zit. En dat je nog vol goede moed aan de slag gaat. Tot je een minuut later alsnog de handdoek in de ring moet gooien, vernederd en met dubbel geklapte nagels. Nou, we hebben de uitdrukking dat iets hebt bloed onder je nagels vandaan haalt. Dan kan ik wel een vermoeden waar die vandaan komt. Tegensputterende pistachenootjes. Nou, laatst is voor mij de druppel. Ik had een doos pistachenootjes. Ja, zeker een kwart of zo is gewoon niet te openen. En toen heb ik als een gekke Henkie heb ik nog een nijptang erbij gehaald. En toen heb ik wel meteen voor mezelf de vuistregel bepaald. Ja, een snack is niet geschikt voor de ontspanning als je tijdens de film naar je berging moet om iets uit je gereedschapskist te pakken.